Dat is 15 jaar geleden begonnen als Midwinter Night Shopping. En dat, ja, elk jaar is het nog steeds een heel groot succes. Maar we zagen wel na 14, 15 jaar dat we zeiden van we moeten wat nieuws gaan bedenken. Want ja, op het hoogtepunt stoppen en op tijd met iets nieuws komen, dat vonden we erg belangrijk. Ik heb hier tegenover me zitten Dick Eleveld. Jij bent evenementencoördinator in de Woldstraat. Dat is helemaal correct, ja. Hartelijk welkom bij ons programma. Ja, dit jaar is het een heel andere opzet, heb ik gezien. Dat klopt. Het is kerst in onze Jordaan. En dat is 15 jaar geleden begonnen als Midwinter Night Shopping. En dat, ja, elk jaar is het nog steeds een heel groot succes. Maar we zagen wel na 14, 15 jaar dat we zeiden van we moeten wat nieuws gaan bedenken. Op het hoogtepunt stoppen en op tijd met iets nieuws komen, dat vonden we erg belangrijk. En samen met Jaap hebben we kerst in onze Jordaan bedacht. Ja, en hoe zijn jullie nou bij kerst in de Jordaan gekomen? Dus wat was daar de beweegreden naartoe? Ja, iedereen die kent ongetwijfeld Moken met Meppel, wat ontiegelijk succes is. Ja, op dat succes willen we toch een beetje doorgaan. En de Amsterdamse gezelligheid combineren met de kerstsfeer. En volgens mij moet dat ontzettend leuk worden. Gaan ze daar ook aandacht aan besteden in Amsterdam, ten aanzien van dat hier in Meppel kerst in de Jordaan wordt gevierd? Ja, er komen natuurlijk ontzettend veel Amsterdammers in Meppel optreden, dus die zullen ongetwijfeld hun eigen fans meenemen. Maar we gaan niet echt in Amsterdam de rugbaarheid aan geven. Nee. Omdat we willen het kleinschalig houden. Ja, dus het is ook niet zo dat de media... Het wordt ook geen kopie van Moken met Meppel. Absoluut niet. Nee, maar ook niet dat de media er aandacht aan schenkt ten aanzien van... Ja, dat weet ik natuurlijk niet, maar niet vanuit ons. Nee, oké. Nou, als je zo bekijkt, het is een vierdaags festijn. Ja, het zijn vier compleet verschillende dagen. Het is ook niet zo dat wat je vandaag ziet, dat het morgen weer terugkomt. We beginnen op donderdag in de ochtend met de Jantjes, waar Jaap en Petra meespelen. En na afloop is er in de foyer nog een gezellig samenzijn met Peter Batenburg, die op accordeon komt spelen. Dan hebben wij vrijdags in de Woldstraat Peter Maillet, die een kleinschalig optreden geeft. De zaterdag wordt absoluut het hoogtepunt van die vier dagen. Met de bekende kerstmarkt in de Woldstraat. Met heel veel Amsterdamse artiesten, Amsterdamse gezelligheid, heel veel sfeer. En ook heel veel programma in het plein met heel veel artiesten. En het leuke vind ik zelf dat de Hoofdstraat dit jaar ook aansluit. Zaterdagmiddag van 14:30 tot 16:30 treden in de Hoofdstraat ook Amsterdamse artiesten op. Oké. En dan sluiten wij de zondag af met een concert van Wiedeke van Dort en het Oeble Hamelenkoor in de Grote Kerk. En dat is vrij toegankelijk voor iedereen. Is dit een try-out of moet je het zo zien van de volgende jaren gaan we het ook weer doen? Ja, ik vind try-out, dan geloof je niet echt in jezelf. Dit wordt gewoon een succes. Dit wordt gewoon een succes. Ja, ben ik van overtuigd. Ik heb hier een cd van Wesley Bronkhorst. Die is er nog niet eens, geloof ik? Volgens mij officieel nog niet eens uit. Kerst in de Jordaan is een kerstnummer wat iedere Amsterdammer kent. Maar hij wordt dit jaar opnieuw uitgegeven. De opbrengst komt er goed aan het leger zelfs. En ja, ons evenement is Kerst in onze Jordaan. En Wesley heeft opgenomen Kerst in de Jordaan. Dus ik mag jullie deze overhandigen namens Wesley en de Herberg het Plein. En dan heb ik ook nog een cd van Huip van Vlaardingen. Huip is verbonden aan de stichting Muzikaal Mokum. En die heeft een cd opgenomen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de stichting. En die mag ik jullie ook namens Huip overhandigen. Hartelijk bedankt. Nou zeg, ik wens jou heel veel succes, want het wordt een drukke tijd voor jou, denk ik. Dat hoop ik wel. Maar de meeste organisatie is rond, hoor. Oké, hartstikke mooi. Nou, succes. Dank je wel. Ik zal er ook zeker zijn. Nou, hartelijk welkom. Okay. Ik hoop dat jullie mooie opnames maken. Gaan we zeker doen. Zeg, bedankt. Oké, graag gedaan.